Zaterdag 13 oktober vond de allereerste editie van Buspop plaats. Een uniek muziekevent voor de echte liefhebber van live muziek. Vanuit Eetcafé Groothuis in het centrum van Emmen vertrokken er 3 groepen van 80 personen met de oude Amerikaanse schoolbussen naar cafés in de regio, om daar vervolgens te genieten van verschillende bands. In De Linde in Sleen stond Timo de Jong, bij Melody en Bar Groosterveld de band Midlife. In het oude postkantoor in Nieuw-Amsterdam speelde Awesome. En tijdens de afterparty in Café Groothuis was er ook nog een optreden van de band Fifth Wheel.